Welk leerjaar is dat juist? Tweede leerjaar. En hoeveel leerlingen? 18 leerlingen. Wat zijn eigenlijk de dingen die je zeker wil dat we laten zien? Vorige week had ik jullie gevraagd om iets mee te brengen over de boerderij. Mel, kan je eens vertellen? Deze heb ik meegebracht omdat dat een koe is en die geeft melk en daar kan je vlees van maken. Heel flink. Ik heb heel goed nieuws gekregen van de boerin dat we volgende week op bezoek mogen gaan. Yeah! Dag allemaal, fijn dat jullie hier zijn. Jullie gaan vandaag op de boerderij een kijkje nemen. Maar voordat wij op ronde gaan, wil ik een paar dingetjes met jullie afspreken. En het gemakkelijke is dat deze kalfjes allemaal een halsbandje om hebben. Die hebben ze nodig om melk te kunnen gaan drinken. En hier staat dus dat er twee kalfjes nog zijn die mogen drinken. Zien jullie daar een kalfje met nummertje 8? We hebben 8 gevonden. 8 gevonden, dan gaan we eens proberen. Wie het gezien heeft, gaat naar achter. En dan gaan we de andere naar voren laten komen. Maar wat is dat wit aan? Dat is melkpoeder. En dat ga ik jullie laten zien. Oh, oh, oh. Kom hier eens kijken. Zeg maar, dan wil ik jullie wel een beetje aan het werk zetten. Hè? Top. 1, 2, 3, 4, 5. Diegenen die ik nu op het hoofd getikt heb, die mogen allemaal uit de kruiwagen nemen. Die mogen dat bij die kalfjes gooien. Uitstrooien, hier in die geel. Ik heb een hele goede vraag van Mirte gekregen. Waarom hebben die allemaal zo van die oranje dingetjes in hun oren? Als jullie worden geboren, dan wordt dat op papier geschreven en jullie krijgen een kids ID waar jouw naam op staat met jouw pasfoto. Dat hebben wij eigenlijk voor de kalfjes ook. Deze nummer is een nummer dat hier ergens op de stal is. Jullie drie mogen dadelijk deze gaan zoeken. Zoek maar. Tom, jij moet dat goed kunnen, hè. 4, 9, 2, 7. Deze 3. Niet aan de 2 en die langs. Hier, jij moet. Ga maar zoeken. Kijk, het is allemaal 4, 4. Die moet je niet hebben, denk ik, hè. Kijk maar eens eventjes, ja. Die kan wel wat van plassen, hè. Veel. Maar die drinkt ook veel meer dan wij. Dan moet die ook veel meer plassen melk dan ons. Nee, dat is de eerste keer dat die gaat stappen. En die is nog maar van deze nacht 1 uur geboren. Kon jij ook zo vlug lopen? Nee. Wij moeten daar een jaar over doen. Kalfjes kunnen dat op enkele uurtjes. Kalfjes die pasgeboren zijn, geef ik 's morgens en 's avonds zo'n flesje melk. En naderhand drinken ze uit de emmer. En dan doen ze dat alleen aan het tutje drinken. Kijk, zo. Wat drinken koeien? Water. Geen melk? Nee, koeien niet. Kalfjes drinken melk en koeien niet. Als wij de melk aan de koeien terug moeten geven, dan hebben we geen melk. En die moeten we wel hebben om te verkopen. Hè. Morgens om 6 uur, 's avonds om 6 uur gaat de boer de koeien melken. En hoeveel spenen heeft een koe? En het filmpje dat ik jullie ga laten zien, dat gaat dat heel duidelijk maken. Hoe dat de koeien gemolken worden. Je ziet dan eerst dat de boer de koeien, de spenen afveegt. Onze melk, als die uit de koe komt, die heeft de temperatuur van het lichaam van de koe. Is rond de 39 graden, een beetje warmer dan wij. En we gaan die melk extra afkoelen voordat ze in de koeltank gaat.
Dan moet de koeltang niet te lang draaien om ze koud te krijgen. Probeer een mooie rij te maken. Zie je iets? En deze koeltank, wie heeft een idee? Hoeveel liter zou hier ongeveer in kunnen, denk je? 3 liter. 3. Hoeveel is een liter? Dat is een fles waar dat cola in kan. 100 liter? Zo 100 flessen. 1000 liter. 1000. 1000 van die fles. Ik denk nog meer. Je weet dat 1 fles cola, daar heb je er 10 voor nodig voor een emmer te vullen. Dus 1000 emmers vullen, zonder emmer. Als ik die helemaal vol doe, en zo 1000, dan kan ik daarin doen. Dat is verse cola. Nee? Hoeveel graden zou die hebben? Weet iemand dat? 3 graden. Koud. 3 graden. Deze is kouder. Ja, en dat je het lekker op lange klutje. En heel veel van die dingen hier in de stal kan je eigenlijk vergelijken met jouw huis. Kijk eens mee. Wie ziet wat hierop staat? De vloer. Dat is de vloer. En wat zie je zo speciaal aan die vloer? Gaatjes. En waarvoor dienen die gaatjes? Voor de kak door te laten vallen. Dus bij wie hoort dat? Bij het toilet. Ga die maar eens zoeken. Ja, dit. Ga dat maar eens zoeken. Ja, kijk eens. Is die los? Ja. Kijk, die robot heeft dat mooi zuiver gemaakt. Kijk, en dan noemen ze de bedden waar die op liggen. Laat ze maar allemaal een ijsje nemen. Zou je er allemaal rusten? Ja. We hebben nog een cadeautje meegebracht en Mila gaat dat aan jou afgeven. Amai, wat leuk. Dat is mooi gemaakt. Heb je dat zelf gemaakt? Ja. Dankjewel. Het is leuk om te zien hoe die kinderen openbloeien in vergelijking met in de klas. Zijn sommige kinderen heel anders, die zijn hier actief bezig. Ze moeten ook luisteren. Ze hebben daar echt van genoten volgens mij.